Het nieuwe reserveringssysteem van Suriname Airways is erop berekend de passagier consequent op de hoogte te houden van eventuele veranderingen van een vlucht. Vanuit de passagiers zijn er vaak klachten dat zij niet op tijd op de hoogte zijn van vertragingen van hun vluchten. Waarnemend SLM-directeur Stephen Gunesh zegt echter dat er een paar maanden terug is geïnvesteerd in een nieuw reserveringssysteem, waarbij de passagier via e-mail op de hoogte wordt gehouden van de vluchtdetails. Het probleem is echter dat er bij het reserveren verplicht een e-mailadres van de passagier moet worden ingevuld door de reisagent. In de stukken die de redactie onder ogen kreeg, blijkt dat dit niet altijd het geval blijkt te zijn. Ik kan u zeggen dat de passagiers met een druk op de knop per e-mail worden bericht van wijzigingen in hun schema of ook welke fase van hun vlucht zij hebben volbracht. Als je bent ingecheckt, krijg je een e-mail. Als je vlucht hebt voorbracht, krijg je een e-mail. Als er een tijdswijziging is in jouw vlucht, dan krijg je een e-mail. Het is namelijk zo dat vaak nog helaas voorkomt dat niet altijd de agenten, reisagenten, de juiste e-mailadressen vermelden van de mensen in de reserveringen, waardoor de SLM als airline niet altijd de passagiers rechtstreeks kan bereiken. Dan heb je een situatie dat sommige passagiers die dat wel hebben, continu op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen, terwijl anderen weer niet. En helaas wordt men dan niet boos op de reisagent, maar werd boos op de SLM. Wij proberen dat natuurlijk ook met de agenten heel goed te krijgen, omdat dat zijn onze partners. We moeten het samen doen om ervoor te zorgen dat wij samen de passagier een goede reiservaring aanbieden. Dat neemt niet weg dat de SLM de roep uit de samenleving niet serieus neemt, zegt de directeur. Mede vanuit de opdracht van de aandeelhouder om de communicatie met de passagier te verbeteren, wordt er verder gewerkt door bijvoorbeeld het personeel te trainen op servicestandaarden. Op dit moment wordt er gewerkt aan het instellen van WhatsApp-pushberichten. Echter zal het een vereiste zijn dat passagiers wel een actieve internetverbinding moeten hebben. Directeur Gunesh gaat ook in op het uitbreiden van vluchten op de Mid-Atlantische route in verband met de drukke decemberperiode. Helaas kan dat niet zomaar, zegt Gunesh. U weet dat Schiphol kampt met een probleem met slots en emissieproblemen, noem maar op, allerlei zaken, inkrimping van het aantal vluchten. En daar wordt helaas ook de SLM als operator op die luchthaven bij betrokken. Wij hebben voorlopig 4 vluchten per week naar Amsterdam. En als jij dan een extra vlucht wil hebben, ik kan u zeggen dat wij op 21 december, dacht ik, een extra vlucht wilden hebben, onder andere. En we hebben, we wachten al 2 maanden op het antwoord van Schiphol. Maar aan de andere kant zie je wel dat als men naar Suriname wilt vliegen, alle airlines die naar Suriname willen komen, die hebben hier een open deur en kunnen 24 keer per week komen naar Suriname als ze willen. Bij ons, als wij dat willen doen naar andere landen, dan is er een zekere mate van protectie die wordt toegepast. We zijn nu al 2 maanden bezig met een route Curaçao-Miami. Als het niet 3 maanden is, wachten op de goedkeuring. Suriname Airways verwelkomde woensdag haar 3e vliegtuig in Suriname. De Boeing 737-300 zal worden ingezet op de regionale route. Mogelijkheden voor nog een groot vliegtuig op de Mid-Atlantische route worden bekeken. Echter is dat nu niet de prioriteit.